En met Annie ben jij zo'n beetje de bomma en de bompa van heel Vlaanderen? Word jij daar soms op aangesproken? Ja, ja, tuurlijk, hè. Ja. Dat is ook wel een soort iconenstatuut, hè. We zijn een beetje de symbolen van oudere mensen die toch nog willen meedraaien in de maatschappij. En veel oudere mensen trekken zich daaraan op, hè. Ook jonge mensen. We zijn ook heel graag gezien van jonge mensen. Dat is verrassend. Want je denkt, ja, die oude lullen zullen ze niet meer moeten zien. Maar ja, omdat dat een bomma, dat is een icoon. En dan de bompa, die heeft niks te zeggen, maar die is er toch bij. En, ja, maar dat is met een rol, hè. Dat is met een rol dat ik niet mag spreken. En in jouw carrière bij familie, heb jij zo een leukste moment? En wat? Een leukste moment. Zijn er veel. Ja, zijn er veel. Ja, dat is moeilijk om te zeggen, ja. Er zijn er veel van in het begin. We hebben ook, ja, een trouw. En dan, we hebben verschillende buitenlandse reizen gedaan. Met aparte stories. Het hangt een beetje van de story af, van de verhaallijn, hè.